het wiel hoef je niet zelf uit te vinden. Er zijn andere organisaties die hebben dat al lang bedacht. Ik werk bij de gemeente Hollandskroon sinds een jaar of 10. Ja, we waren eigenlijk op zoek naar een manier om medewerkers in beweging te krijgen. En een van onze medewerkers die had zich ook bezig met mobiliteit in de regio. En die kwam eigenlijk uit op Breikers als club die zou kunnen adviseren en ons verder zou kunnen helpen. Breikers is begonnen met die mobiliteitsscan. En daaruit kon je eigenlijk opmaken wat voor ons de winst zou kunnen zijn om bijvoorbeeld te stimuleren om meer te gaan fietsen. Je ziet in één oogopslag hoe groot bereik je hebt met de medewerkers die daar mee kunnen doen. We hebben ook nog een workshop gedaan en de fietsfun-actie hebben ze ook bij geholpen. De deelnemers die waren super enthousiast. Ja, fantastisch. Met dit weer, veel tegenwind, een keer wat slechte weer, is het fijn om elektrisch ondersteund te worden. We zijn nu aan het nadenken hoe we een fiscaal vriendelijke mogelijkheid kunnen creëren dat medewerkers goedkoper aan een fiets kunnen komen. Ik heb al eens gehoord over een leaseplan, dat je fietsen leased. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele interessante opties. Ik denk dat je gewoon als organisatie een heel pakket moet aanbieden. OV is er één. De mogelijkheid om een elektrische fiets aan te schaffen is er één. We zijn ook met andere initiatieven zijn we begonnen. Zo hebben we ook een samenwerking met Mobipunt. Bij het station hier 2 kilometer verderop, daar staat een auto. Maar er staan ook fietsen. Die zijn echt dan bedoeld voor de last mile, hè? Dus van het station naar dit kantoor te fietsen. Dus op die manier proberen we ook het echt te faciliteren dat medewerkers met openbaar vervoer kunnen komen. Ik zou er gewoon mee beginnen en mijn tip is ook echt, vraag Breikers om je daarbij te helpen. Dat helpt je echt om verder te komen. We zijn blij waar we nu staan, maar het smaakt zeker naar meer. Ja, dat is goed. Ik denk dat er nog veel meer medewerkers ook op een actieve manier naar het werk kunnen komen, dus dit is nog maar een begin.